Dag Pieter-Jan, we zitten in dit schitterende historische kader eigenlijk van de kofferzaal bij Bank De Groof Petercam, maar eigenlijk wel voor een actueel onderwerp, meer bepaald de evoluties in de financiële wereld. We weten allemaal dat de banken het al een tijdje lastig hebben door lagere rentevoeten. Anderzijds, er waait een nieuwe wind door het assetbeheer, er zijn de cryptomunten die in opmars zijn en er worden recordaantallen digitale en elektronische betalingen genoteerd. Pieter-Jan de Meijer, jij bent financieel analist. Laten we met jou eens kijken naar die sector van digitale en elektronische betalingen. Hoe groot is die industrie vandaag? Dag Bjorn, wel gigantisch groot. Jaarlijks gebeuren er 700 biljoen elektronische transacties. Dat wil zeggen dat er 22.500 transacties per seconde moeten worden behandeld. En dit verklaart waarom de elektronische betalingen in de financiële wereld zoveel aandacht krijgen. En waarom fintech-spelers ook een kans zien in die markt. En als we dan gaan kijken naar het totale betalingsvolume, cash, kaarten, checks, dus als we alles in beschouwing nemen, dan is dat 2,5 keer groter dan het globale GDP. Dus de markt is zeker groot genoeg voor meerdere spelers die bijvoorbeeld van de cash-to-card transitie willen profiteren. En naast de grote en de structurele groei van de elektronische betalingsmarkt heb je dan ook het dynamische, vrij complexe en innovatieve karakter die het natuurlijk voor mij dan interessant en boeiend maakt om het op te volgen. Als we dan spreken over een kaarttransactie, we kennen dat allemaal van in de winkel, dat gaat heel vlot, maar daar zit een heel complex proces achter. Hè? Ja, weinig mensen hebben eigenlijk door dat er voor één simpele kaarttransactie zoveel partijen eigenlijk nodig zijn. Naast de winkelier en de klant heb je eigenlijk nog drie andere partijen die betrokken zijn. Enerzijds de aanwervende financiële instantie, die eigenlijk de winkelier gaat aansluiten op het betalingsnetwerk. Die ook de integratie verzorgt met de bestaande systemen van de winkelier. En die ook de betaling, voor elke betaling eigenlijk alle transactieinformatie op de juiste manier gaat doorspelen naar eigenlijk het betalingsnetwerk. Welke bedrijven zitten daaraan achter? Voorbeelden van zo'n aanwervende spelers zijn banken, maar die doen natuurlijk net iets minder goed omdat die niet zo innovatief zijn. Die doen niet dezelfde technologische investeringen als fintech-specialisten zoals een Adyen of een Worldline. Dus ja, dat zijn de twee spelers in die markt. En ik had ook al een tweede tussenpartij vernoemd. En dat zijn dan de betalingsnetwerken. Dus je hebt er globale, zoals een Visa en een Mastercard. Maar je hebt ook een bankcontact bij ons bijvoorbeeld. En om die simpel te beschrijven, zou je die best eigenlijk kunnen vergelijken met autosnelwegen. Maar dan voor betalingen. Dus zij beheren eigenlijk de infrastructuur. En dan een laatste partij binnen het elektronisch betalingsproces is dan de bank of de fintech-speler die echt de kaart gaat uitgeven. En ja, zijn rol is eigenlijk vrij simpel. Die moeten gewoon een transactie goedkeuren of weigeren op basis van een aantal criteria die zij zelf hanteren. We hebben het net al gezegd, het is een markt die sterk groeit. Wat is daar eigenlijk de verklaring voor? De complexiteit verklaart eigenlijk al deels de groei. Kaarten zijn daardoor eigenlijk zeer snel en simpel voor de klant. Plus je kan ze zowel in de winkel als online gaan gebruiken. Dus e-commerce is een eerste belangrijke grote driver voor elektronische betalingen. En daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon een jonge generatie die van nature digitaal en elektronisch wil werken en ook voor betalingen. En dan de pandemie heeft ook alles een beetje versneld, over de generaties heen ook. En misschien een laatste groeifactor voor elektronische betalingen is dan de toename in consumptie. Dus normaal gaan elektronische betalingen ook profiteren van wereldwijde groei. Het is een sterk groeiende sector, tegelijk ook een heel innovatieve sector. Wat zien jullie bij De Groof Petercam als belangrijke trend op dit moment? Een vaststelling die wij doen, een observatie die wij zien, is hoe dat technologiebedrijven er meer en meer in aan het slagen zijn om een betaling of een checkout zo onzichtbaar mogelijk te maken. En een mooi voorbeeld is Uber Eats. Je geeft één keer je bankgegevens in, die worden geverifieerd en dan bij elke volgende bestelling heb je eigenlijk al bijna niet meer door dat je aan het betalen bent. Hè. Je ziet het niet meer, het gebeurt allemaal in de achtergrond. En een ander voorbeeld is de Amazon Go Shops in Amerika. Daar wandel je letterlijk gewoon de winkel binnen, je pakt wat je wil, je gaat naar buiten en je moet eigenlijk pas betalen nadat je je aankopen hebt gedaan in dan de Amazon app. Dus de belangrijkste boodschap hier is eigenlijk dat binnen betalingen conversie eigenlijk heel belangrijk is. Dus alles moet voor de klant zo vlot mogelijk verlopen. Je hebt net al verwezen naar het effect dat corona heeft gehad. Is dat ook een blijvend effect op deze sector? Ja, kijk maar naar contactloos betalen met de kaart. Ik denk dat dat voor vele mensen een aangename eerste kennismaking was. Daarnaast zien we ook gewoon dat het aantal betalingsmogelijkheden significant aan het toenemen is. In China hadden ze al een cultuur om in-app via een QR-code te gaan betalen. En we zien dat door de pandemie dat eigenlijk overgewaaid is naar de westerse wereld. En wij zijn nu ook volop QR-codes aan het scannen om te betalen. Denk maar aan Payconiq.
En we zien ook spelers zoals een Klarna, een Affirm en een PayPal die echt op buy now, pay later oplossingen aan het werken zijn. En dat is dan weer een online betalingsalternatief voor kredietkaarten. Digitaal betalen, het wordt de toekomst. Wat mogen we verwachten in de komende jaren? Wel, een eerste nieuwe ontwikkeling voor kaarten dan zou een vingerafdrukauthenticatie zijn, waarbij een kaart eigenlijk een chip heeft die de duim als pincode gaat gebruiken, waardoor we eigenlijk allemaal de contactloze kaartoptie ongelimiteerd kunnen gebruiken, zonder een maximaal bedrag of een gelimiteerd aantal transacties. Dus dat zou wel heel cool zijn en heel tof als dat er komt. En dat is ook niet voor meteen. En dan een andere ontwikkeling die we ook zien, die ook niet voor meteen is, gaat over de hele crypto-hype en Facebook DM-initiatief. En in essentie heeft dat er eigenlijk voor gezorgd dat centrale banken ook naar digitale currencies aan het kijken zijn. En dat het dus kan zijn dat wij in 2030 eigenlijk allemaal met digitale euro's, of zoals zij het noemen, met euro's gaan betalen. Duidelijk een sector om verder in de gaten. Ja, zeer zeker. Ja. Pieter-Jan, bedankt voor dit gesprek. Dank u wel, Bjorn.